Hoi hoi, ik ben Nele, ik ben Garmin ambassadrice en dit is mijn fiets Dory. Door, omdat ze goud is natuurlijk. Ik probeer zoveel mogelijk sportdisciplines uit, waaronder zwemmen, hockey, een beetje lopen. Maar de constante in mijn leven blijft toch wel fietsen. Hey, ik ben Jolien, ex-professioneel wielrenster en momenteel actief als ploegleidster bij AG Insurance NextG. Ik ga vandaag Nele op weg helpen om de komende 3 maanden haar fietsprestaties naar een hoger niveau te tillen. Ik fiets nu 2 jaar. Ik merk wel dat ik nog heel wat kan bijleren, zeker wat beklimmingen betreft. Denk ik dat ik toch nog vlotter de berg op kan, want mijn vrienden passeren mij dan vlotjes en dan blijf ik wat hangen. En dat vind ik niet zo leuk. En ik hoop ook zo ritjes van waar ze door 30 km per uur rijden, toch iets vlotter mee te kunnen, in het wiel te kunnen hangen en dan vlot mee te kunnen. En ook naar, natuurlijk mijn fietshouding, ik denk dat die nog wel beter kan. Dus ik ben heel benieuwd naar uw tips en tricks. Oké, top. Je klinkt alvast heel enthousiast, dus dat lijkt me allemaal zeker haalbaar. We gaan eerst enkele oefeningen doen om je basisniveau in te schatten. We gaan onder andere werken met de Garmin-pedalen. Die meten niet alleen het totale vermogen aan de cadans, maar ook nog wat andere info die je zal helpen om te werken aan je sterke, maar ook zwakkere punten. Yes. Je bent duidelijk geen beginneling meer. Om je verschillende doelen te behalen, gaan we de eerste weken wat langer fietsen aan een lage hartslag. Nadien gaan we de training wat inkorten, maar gaan we wel de snelheid opdrijven. De eerste 6 weken gaan we lange extensieve duurtrainingen doen. Dat wil zeggen dat we gaan fietsen aan een laag wattage en een lage hartslag. En op die manier gaan we eigenlijk een stevige basis creëren om dan later specifiek te gaan werken. Core stability oefeningen zijn ook essentieel om een stevige basis te creëren. Ik zou aanraden om ze zeker 3 keer per week te doen. En daardoor zal je algemeen gevoel op de fiets ook heel wat verbeteren. Voilà, nu heb je een goede basis om meer op snelheid te gaan werken. Sneller fietsen betekent ook hogere wattages. Hogere wattages kunnen we behalen door korte intervaltrainingen te doen op het vlakke, maar vooral ook bergop. Dus de komende 6 weken gaan we vooral gerichter, maar wel korter gaan trainen. Ja, maar Jolien, ik weet wat mij te doen staat de komende weken. Het gaat een hele pittige worden, maar een hele leuke. Ik ga ook al mijn evolutie sharen op natuurlijk mijn Instagram. En over 3 maanden dan laat ik mijn vooruitgang ook weten aan u. Dat is goed, zeker doen. En als je vragen hebt, bel gerust. Doe ik. Bye, hè. Tot dan.